mevrouw Holle. Een weduwe had twee dochters. De ene was mooi en ijverig, de andere lelijk en lui. Ze hield het meest van de lelijke en luie, omdat die haar eigen dochter was, en de andere haar stiefdochter. Deze liet ze al het werk doen en voor assenpoester spelen. Het arme meisje moest dagelijks op straat gaan zitten, bij de grote bron, en zoveel spinnen dat haar het bloed uit de vingers stroomde. Nu gebeurde het dus dat de spoel helemaal bebloed was. Ze bukte zich daarom voorover naar de bron en wilde hem afwassen. De spoel viel echter uit haar hand en zonk in de diepte naar beneden. Ze huilde, liep naar haar stiefmoeder en vertelde haar ongeluk. Maar deze speelde zo hevig op en toonde zo weinig medegevoel dat ze sprak: "Heb je de spoel erin laten vallen? Dan haal je hem er maar weer uit ook." Het meisje ging naar de bron terug. Ze wist niet wat ze moest beginnen. In haar radeloze angst sprong ze in het water om de spoel te halen. Ze verloor haar bewustzijn en toen ze weer ontwaakte en bijkwam, bevond ze zich op een prachtige, door de zon beschenen weide, waar duizenden bloemen stonden. Op deze weide ging ze lopen en ze kwam bij een bakkershoven die vol met brood was. Het brood riep: "Ach, haal me eruit, haal me eruit, anders verbrand ik. Ik ben al lang doorbakken." Ze trad naderbij en haalde met de broodschuif achtereenvolgens alle broden uit de oven. Daarna ging ze verder en kwam bij een boom die vol appels hing en die haar toeriep: "Ach, schud mij, wij appelen zijn reeds allemaal rijp." Het meisje schudde de boom dat de appelen neervielen als regen. Ze schudde dat er geen enkele appel meer aan de boom hing. Na ze alle op een hoop te hebben gelegd, ging ze weer verder. Eindelijk kwam ze bij een klein huisje waaruit een oude vrouw naar buiten keek, die echter zulke grote tanden had dat het haar bang te moede werd en ze wilde weglopen. Maar de oude vrouw riep haar na: "Waarvoor ben je bang, lieve kind? Blijf bij mij. Als je al het werk in huis netjes wilt doen, zal het je goed gaan. Je moet er alleen op letten dat je mijn bed goed opmaakt en het ijverig opschudt, zodat de veren in het rond vliegen. Dan sneeuwt het op de wereld. Ik ben vrouw Holle." Daar het oudje haar zo vriendelijk toesprak, vatte het meisje moed, stemde toe en begaf zich in haar dienst. Ze verrichtte alle werkzaamheden naar tevredenheid en schudde ook het bed met zoveel geweld dat de veren als sneeuwvlokken in het rond vlogen. Ze had dan ook een goed leven bij het oudje, kreeg geen boos woord te horen en at alle dagen een overvloed aan spijzen. Toen ze een tijd lang bij vrouw Holle had gediend, werd ze neerslachtig. Eerst wist ze niet wat haar scheelde, maar eindelijk begreep ze dat het heimwee was. Al ging het haar hier ook duizendmaal zo goed als thuis, toch verlangde ze ernaar weer thuis te zijn. Ten slotte zei ze tot vrouw Holle: "Het verlangen naar huis heeft me te pakken, en al gaat het mij hier beneden ook nog zo goed, ik moet weer naar boven, naar mijn moeder en zuster." Vrouw Holle zei: "Het bevalt me dat je weer naar huis verlangt, en omdat je mij zo trouw hebt gediend, zal ik je zelf weer naar boven brengen." Ze nam het meisje daarop bij de hand en leidde haar voor een grote poort. De poort werd opengedaan en toen het meisje er middenonder stond, viel er een ontzaglijke regen van goud. Al het goud bleef aan haar hangen, zodat ze van onder tot boven ermee bedekt was. "Dat mag je hebben, omdat je zo ijverig bent geweest," sprak vrouw Holle en gaf haar ook de spoel terug die in de bron was gevallen. Daarop werd de poort gesloten en het meisje bevond zich weer boven op de wereld, niet ver van het huis van haar moeder. Toen ze op het erf kwam, zat de haan op de bron en riep: "Kikeriki, onze gouden jonkvrouw is weer hier." Meisje ging naar binnen naar haar moeder en omdat ze zo met goud overdekt aankwam, werd ze door haar moeder en zuster vriendelijk ontvangen. Ze vertelde alles wat haar overkomen was en toen de moeder hoorde hoe ze aan die grote rijkdommen was gekomen, wilde ze de andere lelijke en luie dochter graag hetzelfde geluk deelachtig laten worden. Ze moest bij de bron gaan zitten en spinnen. En om nu te maken dat er bloed aan haar vinger zou zijn, stak ze zich in die vinger en sloeg met haar hand in de doornhaag. Toen wierp ze de spoel in de bron en sprong er zelf achteraan. Ze kwam, precies als de ander, op de schone weide terecht en volgde hetzelfde pad. Toen ze de bakkersoven bereikte, riep het brood weer:
Ach, haal me eruit, anders verbrand ik. Ik ben al lang doorbakken. De luie meid antwoordde echter. Denk je dat ik zin heb om me smerig te maken? En liep door. Spoedig kwam ze bij de appelboom, die haar toeriep. Ach, schud mij, schud mij. Wij appelen zijn reeds allemaal rijp. Maar ze antwoordde. Hoe kom je erbij? Er zou er best een op mijn hoofd kunnen vallen. En ze vervolgde haar weg. Toen ze bij het huisje van vrouw Holle kwam, was ze niet bang, want ze had al gehoord van haar grote tanden en ze verhuurde zich meteen bij haar. De eerste dag deed ze zichzelf geweld aan, was ijverig en volbracht onmiddellijk alles wat vrouw Holle haar opdroeg, want ze dacht aan het vele goud dat ze haar zou schenken. Maar de tweede dag begon ze al de luilak uit te hangen en de derde nog meer. Toen wilde ze 's morgens helemaal niet meer opstaan. Ze maakte ook het bed van vrouw Holle niet op, zoals het behoorde, en schudde het niet, dat de veren in het rond vlogen. Vrouw Holle was tot spoedig moede en zegde haar de dienst op. Dat was de luie meid wel naar de zin en ze dacht dat nu de regen van goud wel zou komen. Vrouw Holle bracht ook haar naar de poort, maar toen ze daaronder stond, werd in plaats van goud een grote ketel met pek leeggestort. Dat is ter beloning van je diensten, zei vrouw Holle en sloot de deur. Toen kwam de luie meid thuis, maar ze was helemaal met pek bedekt. En de haan op de bron riep, toen hij haar zag. Kikeriki, onze vuile jonkvrouw is weer hier. Het pek bleef vast aan haar kleven, en ze kon het, zolang ze leefde, niet meer wegkrijgen.